Zo, goedemorgen. Het is onderhand al middag volgens mij. We zijn weer druk bezig op de kamers. Dus ik ben bijna gewoon helemaal vergeten te vloggen vandaag. En ik denk eraan, ik denk shit, ik moet nog vloggen. Maar goed, ik ben dus met de kamer bezig. En ik ga het eventjes de rest van het behang daar zo beneden. Dan ga ik eventjes eraf halen. En dan kan ik hier ook weer verder. Ik heb al wel een kastje daar zo staan. Dus dat wel. Maar ja, de rest moeten we nog even doen. Dan kunnen we verder met die speelkamer van ze. Ik heb trouwens op de kamer van Naomi en Angelina ook een dingetje neergezet. Een kastje. Kijk. Die. En daar heb ik alle Barbie spullen voor hun in gedaan. En ja, dat dus. We moeten nog maar eens even kijken wat we verder kunnen gaan doen. Mijn moeder die komt vanavond ook trouwens hierheen. Die komt hier eten en die neemt Naomi mee. Want de oppas die ik heb, die is vrijdag geopereerd. En ja, die kan dus nou niet oppassen. Dus mijn moeder die komt ja, die neemt vanavond en die neemt Naomi mee. Dus dat is alleen maar fijn dat ze dat doen. Hallo! En daar is Ferdinand. Ja, druk bezig hè. Inderdaad, druk bezig. Kan weer niet stilzitten. Nee, het is zondag. Normaal gesproken is zondag hier in Woudenberg altijd een rustdag. Kennen wij echt niet hoor, die rustdagen. No way. Toch? Wat ben jij nou weer aan het doen? Behang afweek. Dus dat is voor mijn behang eraf te halen. Ik ga het even behang eraf halen. En ik vlog zo wel weer verder. Hallo. Zo. Zo, we zijn echt een beetje klaar met van vandaag. Maar het ziet er echt niet uit. Dat zien we nooit, maar het maakt niet uit. We zijn... Nee, grapje. We zijn in de kamer bezig geweest waar het pas gestukt is. Ja. En we hebben een beetje verf op de muren gedaan. Klein beetje maar. Hè. We moeten nog één keer overheen geschilderd worden. Maar dan is het inderdaad. Goed. En aan die kant ook. Dan moet nog een keertje, want ik was weer te snel. Ferdinand die had natuurlijk de gaten dichtgemaakt. Ja, ik kan alleen het was dus nog niet droog. Dus het is... Oh! Ja! De Chantal die ging er overheen en toen kwamen we er dus hele klonten. Echt zo vervelend. Ja, yes, Chantal is vervelend. De prullenbak zit in ieder geval vol met behang. Want we gingen deze muur gingen we ook sausen. Alleen, toen ging dat behang dus loslaten. Dus we moesten al het behang eraf halen. Nou is nu nog niet alles eraf. Maar we gaan er toch overheen behangen. We hebben besloten om daarover deze te gaan doen. Hadden we nog over van ons oude huis. Dus die gaan we zo meteen, nou ja niet zo meteen, van de week erop doen. Dus, en nu ga ik lekker naar beneden toe. En ik ga het even de soep voorproeven. Want die is klaar, zei Ferdinand net. En ik ben een enorm soepliefhebber. Dus ik ga dat zo eens even proeven. Of die lekker is. En als het niet lekker is, naar pech. Dan hebben mijn moeder en Aranka en Ferdinand en de kinderen natuurlijk veel meer. Maar ik denk wel dat die lekker smaakt hoor. Meestal van de tijd als Ferdinand soepje maakt. Oeh. Ferdinand is de soepkoning. Dan is hij weer een uur leeg. Nee. Nou, ik ga het soepje eten. Doei. Ja, nou heel eens haar hem ervoor, of niet? We vloggen even verder. We zijn filmpjes aan het kijken van vroeger. En Chris en Tom. Dat is een tante van mij. En een oom. En een oom, blijkbaar. Die ken ik eigenlijk al niet meer. Sabine. Nou, mijn nichtje en neefje. Of neef en nicht. En tante Wil. Mijn lievelingstante. Helaas mag ze niet meer bij ons zijn. En dan ben ik... Hier krijg je die pets in de gezicht. Pats! Oh, zie je?
jou. Had je dat gefilmd? Oh, ik troost je wel even hoor, maar ik lach er wel om. Astrid toch? Nog even extra knijpen zeker, of... Nee. Maar ben ik dus aan het bekijken met mijn mamsie. En mijn zusie. En Ferdinand zit daar. Ik wil eens royaal te spelen. Ja. Ik weer. Want dan kun je die ook zien. Hier zit ook je mamsie. Ja. Ik kan gamen. Oh, kijk. Dat is je mamsie. Dat is mijn moeder van vroeger. Oh nee, ja, niet die kleine hoor. Die met dat donkere... Die daar zo. Die. Dat is mijn mama van vroeger. Knappert, hè? Ja, ik ben alleen een beetje slecht opgedroogd. Oh, oh, oh. Superleuk om dat zo te zien. Het is echt al een hele oude film. Zonder geluid. Ik krijg Sabine maar op. De speler doet trappen. Dus. Nou. Zo. Ik lig lekker te chillen op de bank. En Ferdinand ook. Luciano is boven Clash Royale aan het opnemen. En Angelina die ligt op bed. Naomi is dus naar mijn moeder toe. En ik ben eens iets nieuws aan het uitproberen. De mannen die zijn natuurlijk heel erg met Clash Royale bezig geweest, net. En ik dacht, ik ga dat ook eens proberen. Maar niet Clash Royale. Ik denk, ga eens met een ander spelletje doen. Dus ik wil eigenlijk in deze vlog wat spelletjes hier achteraan sluiten. Welke spelletjes ik speel. En ja, ik denk dat het ook wel een keertje leuk om te laten zien. Dus ik wens jullie veel kijkplezier toe naar de games van... Oh nee, de games die Chantal speelt. Ja. Zo, ik ga het ook eens even kijken. Chantal, spelletje op, kan doen. Voor vlog voor spelletjes. En dan gaan we ook een beetje... Echt superleuk spel dit. Ik ben al een hele poos bezig. En... Heel erg, hè? Dat jullie zien. Even kijken wat ik allemaal doe. Ik heb 31 sets. Nou. En ik heb een bijna. Oh, ik zit echt in dat spel. Het is echt zo verslavend. Zoals jullie verder aan het horen, jullie op de achtergrond. Die is de vlog met Clash Royale aan het opnemen. Dus ja. Ja? Nou, nog 10 sets. Ik denk niet dat ik er ready ben. Nog 3 sets. Moet kijken, jongens. Jammer dat jullie net dat shot niet zagen wat ik had gedaan, joh. Echt. Het is echt niet te geloven. Ik denk dat ik hem ga winnen vandaag. Stop heel even met wat je aan het doen bent. Weet je eigenlijk of je autoverzekering nog bij je
Nou, dat gaan we niet redden, dat de kleine kip. Zo. Nou jongens, nog 9 rozen met 5 stappen. Gaat me dat lukken? Ik denk het niet. Nou komt u jongens. Ik denk het dus wel. Yay! Ja. Oh, ik wou zeggen nog 1. Ik denk nee, dat ga je niet menen. Nou, hij is klaar. Joehoe! Duimpjes omhoog hè jongens. Dit wordt gewoon echt een superleuke vlog met alleen maar spelletjes erin. Oh, ik krijg een gouden kist erbij. Naomi die is naar mijn moeder toe. Dus, nou. Ik ga het woordmeester spelen. Het is ook een superleuk spel. Dan moet je dus verschillende soorten woorden maken. En ja, soms kom ik er gewoon totaal niet uit. En dan mag Ferdinand het oplossen. En dan mag Ferdinand het inderdaad oplossen. Zij. Hé, hey, we hebben een... Dij. Oh. En ze. Zij. Ei. En dij. Die hadden we net ook al. Ik zie het nu af en toe al niet meer zie. En... Deze... Even husselen. Af en toe kom ik echt niet uit die woorden hoor. En dan lijkt het heel makkelijk hoor, die woorden. Maar zoals nu ook, ik zie ze dan gewoon niet. De. Nee. Deze, nee. Oh, zijde. Oh. Jongen, of dat zo moeilijk is. Gaan we weer, roep. Oh, en deze ken ik wel, de grootste. Proef. Joehoe. En roe. Op. Een poor. Nee. Per. Een poef. Ook niet. Kom maar hier. Zou ik wel helpen, schat? Een roep heb ik al. Ik zie hem nu al niet meer. Ik ga hem even aan Ferdinand geven. Volgens mij komt Ferdinand er ook niet uit als ik zo zijn gezicht zie. Dus het ligt niet aan mij. Ik heb hem hoor, ja! Yeah. Wat was het? Oh nee. Ik dacht dat ik hem had. Ik had dit gedaan, toen was dit. Hey, toen zag ik in één keer. Fop.
voor. Nee, voor. Oh, als jullie hem zien, hè? We gaan eventjes een hint doen. Druk even op hint. En E beginnen. Erop. God, hij moet erop. Tjonge, jonge, Ferdinand. Hey. Nou, dat waren de spelletjes die ik dus speelde. En ja, vond ik echt super leuk om even te laten zien aan jullie. Soms speel ik nog wel meer spelletjes, maar dat krijgen jullie later wel een keer in een vlog te zien. En... ik kon weer lekker uit mijn woorden vanavond. En het klonk ook heel erg leuk. Dat ik nog meer spelletjes speel. Dat klinkt echt heel naar. Maar aan die spelletjes denk ik niet. Maar goed, ik wil de vlog voor vanavond afsluiten. Ik hoop dat jullie heel veel kijkplezier hebben gehad. En doe een blauw duimpje omhoog. Like hier beneden ook. Dat is dat blauwe duimpje dus. Abonneer op het kanaal. En druk op het belletje als je nog meer vlogs wil zien. En dan zie ik jullie bij een gloednieuwe vlog morgen weer terug. Fijne avond.